Ik ben Len Buijs, ik ben van de Steelkee Domburg hier in Kasteel Westhoven en wij hebben hier een hostel. Wij zijn al jaren bezig op het gebied van duurzaamheid. Wij proberen ons energieverbruik te verminderen, het vuil, het afval proberen te verminderen en dat gaat erg goed. We hebben onze eigen kleding gemaakt van plastic. De fietsen zijn circulair omdat ze afgelopen jaar gedemonteerd zijn. Zo was die vorig jaar bijvoorbeeld helemaal oranje. De slechte onderdelen zijn er afgehaald. Hij is weer opnieuw opgebouwd, hij is gespoten. En zo hebben we op deze manier weer een nieuwe fiets kunnen creëren die weer jaren meegaat. Wij werken intensief samen met museum, met Terramais, maar ook met Staatsbosbeheer, met IVM. Het museum verzorgt onze kinderactiviteiten. Alle gasten die bij ons overnachten, die mogen gratis het museum in. Op die manier betrek je mensen bij de natuur en kunnen ze ondernemen. 5 minuten boenen en dan weer in je schoenen. Op deze manier proberen wij onze gasten te stimuleren kort te douchen. En op deze manier doen we ontzettend veel bezuinigen. Maar ook niet alleen hier, ook voor de gasten thuis. Als ze thuis komen, dat ze er weer aan denken. 5 minuten boenen en dan weer in je schoenen. Het scheelt hoop water. Ik vind het allereerst ontzettend leuk om het hier aan mee te kunnen doen. Het stimuleert. Maar waarom wij de prijs moeten winnen, ik denk in die 10, 15 jaar zit het zo in ons DNA, zo verweven in onze bedrijfsvoering. Wij denken al duurzaam. Ik denk dat wij op de goede weg zijn. Ik ben Marieke Hakkensteeg. Ik heb hier een ecologische kookboerderij. Ik geef workshops met producten uit eigen tuin. Ik heb heel veel verschillende groenten, 30, zeker 30 verschillende soorten. En dat is voor de biodiversiteit. Ik doe heel veel met bloemen. Behalve dat het leuk staat in de tuin, kunnen we ze ook gewoon eten. De familie kip? Nee. Een hele tijd ging dat goed. Maar nu zie ik dus dat ze de boerenkool ontdekken. Nee, jullie gaan het hok in. Nou, hier hebben we de kruidentuin, waar we heel veel van gebruiken in de kookworkshops. En bijvoorbeeld ook thee van maken. Nou, hier is de keuken. Hier kan ik met 16 personen maximaal tegelijkertijd workshops geven. Ik probeer de mensen alles zelf te laten maken. We gebruiken dan natuurlijk de producten uit eigen tuin. Ik vind het heel belangrijk in workshops dat mensen ontdekken hoe groot of hoe klein eigenlijk hun voetafdruk moet zijn. Zeewierworkshops geef ik heel veel. Eigenlijk toch heel bijzonder, want de mensen ontdekken steeds meer dat er niet alleen in Frankrijk of Japan, maar ook in Zeeland zeewier is. En ja, zeewier is het eten van de toekomst. Ik vond het heel leuk. Ik was zeer verrast dat ik genomineerd werd. Ook omdat ik al 10 jaar bezig ben met de kookboerderij om duurzaamheid en een kleine voetafdruk uit te dragen. En ik hoop dat nog een aantal jaren te blijven doen. Ik ben Jerry Trooi, directeur en gastheer, eigenaar van Hotel Villa Magnolia in Oostkapelle. Een prachtig erfgoedlogies hier in het groen van de Manteling. We zitten op een prachtige historische plek hier in Oostkapelle. En dat zorgt er ook voor dat wij willen dat we deze prachtige plek door kunnen geven aan de toekomst. Met respect voor het verleden, maar een open blik naar de toekomst. We zijn onder andere Green Key gecertificeerd op gouden niveau. We waren dit jaar genomineerd voor de Gaia Green Awards. Een van de meest duurzame, 3 duurzame hotels van Nederland. En een voorbeeld daarvan is dat we de service hoog willen houden, maar ook op een duurzame manier. Dus vandaar onder andere onze Tesla oplaadpunten als nummer 2 in Zeeland die heeft. Voor ons Villa Magnolia is duurzaamheid niet alleen maar groene duurzaamheid, maar vooral ook sociale duurzaamheid. Dus we zien een brede rol voor ons in de veersamenleving. Dus ik hou me op maatschappelijk gebied met van alles bezig. We hebben 4 medewerkers via Orionus lopen, eentje via Arduin. We hebben een jong kunstenaarsprogramma. En ook werken we veel met kunst samen. Dus zo is deze prachtige vaas ook speciaal voor ons door Royal Delft gemaakt. Tijdens mijn studie aan Hotels van Den Haag was ik de eerste die afstudeerde in duurzaamheid binnen hotels. En daaruit bleek dus uit die onderzoeken dat de meest innovatieve bedrijven ook de meest duurzame zijn. Voor ons is innovativiteit blijft gewoon belangrijk. We blijven bezig met onderzoek doen. En een van de voorbeelden is Handy, de eerste gratis smartphone voor hotelgasten. En we zijn de eerste in Zeeland die dat aanbieden. Wat ons betreft is kwaliteit en duurzaamheid gaat hand in hand. Vandaar dat we dit jaar ook nummer 11 staan als beste hotels in Nederland. En deze duurzaamheidsnominatie is een absolute opsteker voor ons hele team. En dank jullie wel daarvoor.